Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb nog een rok voor Donaat. Helemaal geweldig. Wil jij daar misschien een kaartje bij schrijven? Ja, natuurlijk. Voor de week van de Reshare Your Memories. Prima, dat is goed. Heb je een pen voor mij? In de aanloop naar de week van tweedehands textiel van 20 tot en met 27 april... zamelt de Reshare Store aan de Voorstraat kleding in met een verhaal. Wat is het verhaal over deze rok? Deze rok heb ik gedragen in Londen, of naar Londen. Daar was ik naartoe geweest met mijn tantes en mijn nichtjes om te gaan shoppen. Dat was nog voor de coronatijd. Mijn nichtjes die wilden gaan winkelen en mijn tantes die wilden naar het museum. Dus ik moest een beetje een gulden middenweg vinden met wie ik meeging en hoe ik ze er naartoe bracht. Dus ik ken daar de tube, de metro heel goed. Ik ben 6 keer naar Londen geweest, Engeland geweest. Dus ze namen me mee als gids en dan ga ik, als ik kan gaan shoppen, dan ga ik natuurlijk mee. Dus ik heb het een beetje verdeeld. De ene keer naar het museum, antiek centrum. De andere keer lekker winkelen, lekker lunchen, kopje koffie. Ja, dus die rok heeft gewoon hele leuke herinneringen. Dus die wil ik graag doneren voor de volgende draagster. Onder de noemer Reshare Your Memories wordt dus tweedehands kleding ingezameld. Het houdt in dat klanten kleding kunnen komen doneren. Zij krijgen dan een kaartje mee waar ze op kunnen schrijven wat voor emotionele waarde achter het kledingstuk zit die ze inleveren. Normaal gesproken leveren ze kleding in en gaan de mensen weer, maar er zit altijd ook een verhaal achter. Wat kan van alles zijn. Het kan zijn een trouwjurk die ze inleveren. Het kan zijn een kledingstuk die ze gedragen hebben met een examen of met een iets bijzonders wat ze hebben meegemaakt. Komt u hier vaak? Ja, ik hoor bijna bij een meubilair. Dus liefst elke week. En dan meestal op een vrijdag als de weekmarkt er is. Dus ga ik me vast een rondje af van shopjes. En dan kom ik hier bij de meiden even kijken of ze nog leuke pareltjes hebben. Bij de Reshare Store kan zowel dames als herenkleding gekocht en ingeleverd worden. De meeste vraag is toch wel herenkleding. Van dameskleding komt er voornamelijk veel binnen. Herenkleding wat minder, maar dat komt ook omdat de heren minder shoppen. Vrouwen die staan over het algemeen bekend om shopaholics. En die kopen veel, doen weer veel weg voor na een seizoen. En de heren die kunnen toch wel 2 of 3 jaar met een item doen. Dus kleding voor de heren, dat kunnen we altijd gebruiken. U brengt die kleding, maar u haalt hier ook kleding. Dus dan krijg u straks misschien ook wel leuke verhalen te horen. Als u ja, wie weet dat ik ook een kledingstuk kies met een kaart eraan. Dat vind ik wel heel interessant. Ja. Zou je het dan anders gaan dragen als je het verhaal erachter weet? Ja, ik denk het wel. Gewoon met meer, wat meer trots, zeg maar. Want ik vind het gewoon sowieso leuk. Het hele idee van de Reshare vind ik geweldig. Je helpt de medemens. Je doet aan recyclen. Het is voor goede doel. Je hebt meestal een uniek kledingstuk, want niet iedereen heeft het. Het hangt niet zeg maar, van met tienduizenden bij een keten zeg maar, in de winkel. Dus ik ben wel super fan.